Terwijl het buiten maar niet stopte met regenen, werkte Ajax in droge omstandigheden toe naar de herstart van de competitie vrijdagavond tegen Groningen. Ajax begint 2015 met een vrijwel fitte selectie, maar daar kwam afgelopen weekend toch nog de blessure van Joël Veldman bij. En dus zal Mike van der Hoorn met Niklas Moisander het centrum moeten vormen. En lijkt dit het moment waar Van der Hoorn al anderhalf jaar op wacht. Ja, als je het zo zegt, is natuurlijk kloot voor Joël, maar dan moet ik zorgen dat ik er sta. Sta je, hè? Ja, dat zou moeten blijken, maar de wedstrijd tegen Schalke en de voorbereiding gingen wel lekker. En dan zijn het wel goede voortekens. Wat is er vanaf dat moment met jou gebeurd? Dan weet je, nou, de kans is heel groot dat ik tegen Groningen moet gaan spelen. Ga je zo'n week dan anders in? Ja, het is altijd anders. Vooral vandaag dan is het een andere wedstrijdvoorbereiding. Ik bedoel, je weet dat je gaat spelen. En dat is een heel ander gevoel als dat je wissel staat. En wat is er dan precies anders, behalve het gevoel? Nou, dat je er gewoon klaar voor moet zijn. Dat je gewoon goed je rust pakt en dat je weet dat je gaat starten. En dat is gewoon, als je 90 minuten speelt, is het gewoon belangrijk dat je dan gewoon fit bent. In de eerste twee wedstrijden van het seizoen begon Van der Hoorn ook. En Van der Hoorn, dat is 3-0. Toen omdat Veldman net terugkeerde na het WK en toch lijkt de druk om zich te bewijzen nu hoger. Ik hoef voor mij niet zo die druk op te leggen. Ik bedoel, misschien ga ik dan wel tegen mezelf voetballen. Ik moet gewoon mijn ding doen en geen gekke dingen. Niet dat ik opeens 10 man wil passeren of zo. Ik moet gewoon mijn ding doen en zo ben ik gewoon. En als dat gebeurt, dan weet ik zeker dat ik gewoon een goede pot kan spelen. Voel je het vertrouwen van de trainer dat hij ook uitsprak? Ja, zeker. Ik bedoel, ze hebben me er gewoon in en hij heeft niks speciaals te zeggen of zo. Dat geeft wel een goed teken van je redt je wel. Van der Hoorn vraagt alweer. Elke bal gaat die kant op. Goed verlengd door Van der Hoorn, die nu kan gaan scoren. En dat doet hij. Ajax staat toch met 1-0 voor. 2014 sloot de lange verdediger uitstekend af. Nu hoopt hij 2015 goed te beginnen met niet de minste wedstrijden. Feyenoord, Vitesse, AZ, maar om te beginnen FC Groningen. Wat we zelf zien zijn het gewoon finales. En in finales is het gewoon alles of niets. En zo moet je die wedstrijd ook benaderen. Heb jij er extra veel zin in nu ook? Ja, zeker. Ik bedoel, met de arena achter je, dan voel je toch wel een extra prikkel weer.